Een hele goede morgen op deze dinsdagmorgen. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe video van mij. Het is vandaag 31 maart en ik ben bij mijn ouders vandaag. Goedemorgen, hebben jullie allemaal lekker geslapen? Nou, ik wel. Ik ben sowieso wakker. En ik ben mijn moeder, zoals jullie zien. En dat heeft nog te maken met het coronavirus. En ik mag voorlopig nog niet naar huis. Maar laten we het leuk houden. Ik moet nu beginnen met de vaatwas inruimen. Niet een hele leuke klus, maar dat is het huishouden hier in het huis. En ik ben weer gezellig bij de poesjes. Vind ik ook super leuk. Dus ik zal nu jullie even de straat laten zien hoe nu een zooitje de vaatwas is. Dus super tof dat jullie er zijn. En doe alvast een blauw duimpje omhoog. En laten we mooi beginnen op deze lenteachtige dag vandaag. Het is nu 9:05 en ik ga nu laten zien wat ik ga doen. Tot zo, jongens. Dit is even de staat van de vaatwasser. Ja, ik weet het. Ja, we hebben heel veel vaat gebruikt gisteren. En ja, ik heb nog wel een aantal klusjes die ik vandaag moet doen. Dus dan gaan we nu mee beginnen met de vaatwasser uitruimen. En inruimen natuurlijk, want dat moet ook. Want mijn moeder heeft wat klusjes voor mijn dag. En ik ga me zo meteen even lekker uitgebreid uitvoeren. Dus spreken we zo weer. Tot zo. Hallo allemaal. Nou, welkom nog bij een stukje video. Nou, ik ga me nu even aankleden. En daarna ga ik zo meteen even met deze schoonmaakdoekjes de deurklinken schoonmaken. Want dat vinden ze erg belangrijk nu van het RIVM. Dus dat ga ik nu zo meteen even doen. En het is gewoon zo lekker fris. Die heb ik gisteren gehaald in Nijkerkcafé bij de Spar. Het was een kleine Spar, maar goed, het zij zo. Dus ik ga nu even een zakje pakken. En dan ga ik jullie, zo meteen even laten zien hoe ik hier de deurklinken schoonmaak. Nou, hoe leuk is dat? Ik spreek jullie zo meteen weer. Doei doei! Hallo allemaal, welkom bij een stukje video. Nou, ik heb net schoon staan maken en deurklinken staan schoonmaken. Super fijn, want nu zijn alle bacteriën weer dood op die op de deurklinken. Nu moet ik even wat heel anders doen, want we hebben een poort hier en die krijgt mijn moeder niet open. Dus ik ga even Picobello BV uithangen. Ik zal het linkje van het filmpje even in de beschrijving zetten. Dus ik laat nu jullie zien hoe ik de poort nu open doe. En hoe dom ze, hoe Picobello BV dat doet. Nou, tot zo. Nou jongens, helaas, ik krijg de poort niet open. En die schutting is al zo onstabiel. En als ik nu verder erdoor ga rammen, dan ben ik bang dat de schutting erdoor gaat. En dat wil ik niet hebben, want ik wil dat mijn ouders gewoon een hele schutting hebben. Dus jammer genoeg lukt het mij ook niet. Maar ik zal wel dat filmpje even in de beschrijving zetten van Picobello BV. Dat is een heel leuk filmpje. En ik weet niet of jullie die wel eens gezien hebben. Maar ik ga het toch even doen. Ook al mag het niet. Ook al mag het misschien niet. Maar ik doe het toch. Ik wil jullie nu toch even wat laten zien. Want ik ben bij de poesjes. En die poesjes liggen wel heel erg lief. Dus dat laat ik jullie nu even zien. Ik spreek jullie zo. Hoi hoi. Kijk eens hier. Beer en Apollo liggen wel heel lief. Ah, love it. Beer en Apollo. Wat liggen jullie lekker. Hè? Hé. Hey. Ach, liefde voor de kat. Ze hebben geen relatie met elkaar. Helaas. Apollo Pushy. Laat even weten of ik een fanaccount moet aanmaken. Hieronder in de comments. Nou. Ik heb alle dingen gedaan hier in huis. En nu ga ik even lekker chillen op mijn iPad. En mijn bril zo meteen even schoonmaken. Dus ja, ik ben lekker bezig. Helaas krijg ik de poort niet open. Maar goed. En die klok die hier staat, die staat op 10:50. Ja, die batterij is leeg. Dus ja, nou, ik heb wel mijn huishoudelijke taken weer gedaan. Dus nu ga ik even lekker chillen. En dat soort dingen. En ja, het gaat gewoon goed komen. Ik moet straks nog even boodschappen doen. Dan ga ik straks een klein shopblogje voor jullie opnemen. Dus het komt allemaal helemaal goed. Dus ik spreek jullie zo weer. Tot straks. Ik denk in de middag. Tot vanmiddag. Doei doei. Hallo allemaal. Welkom nog bij een stukje dinsdagvideo van 31 maart. Nou, ik zit even lekker op de bank te chillen. Met mijn iPadje. En ja, ondertussen schijnt de zon lekker. Ik ga vanmiddag vast even naar buiten. Dus dat ga ik ook lekker doen.
We hebben koffie gedronken. Super lekker. Ik zal jullie ook wel een keer deze week laten zien hoe ik koffie klaarmaak bij mijn ouders. Dus dat ga ik nu doen. Dus dat ga ik binnenkort even laten zien. Verder heb ik niet zoveel te vertellen. Ik moet straks even boodschappen doen. En dan ga ik lekker mijn dingen doen. En nu komt de poes op schoot. Gezellig. Dus ik spreek jullie zo meteen weer. Tot straks. Doei doei. Ja, hallo allemaal. Super tof dat jullie kijken naar een stukje video. Nou, zoals jullie zien, ik ben even lekker aan het wandelen naar van de stad. Ik heb net even wat boodschappen gedaan. En nu loop ik weer terug naar huis, richting mijn moeder weer. Super lekker weer. Super tof dat jullie weer zijn. En even kijken naar een stukje video van dinsdag 31 maart. Ik ga nu doorlopen, dus ik spreek jullie straks weer. Ga ik een klein shopblogje opnemen. Doei doei! Hallo allemaal. Super tof dat jullie nog even kijken naar een stukje video. Nou, ik ga nu even lekker buiten zitten, want het zonnetje schijnt. En ondertussen lekker noedels eten, dus dat ga ik ook even lekker doen. Dus ik moet even kijken welke we hebben. We hebben deze Yum Yum noedels, daar ga ik lekker van genieten. En lekker Storytel kijken ondertussen. Storytel luisteren ondertussen. Lekker even in het zonnetje. Heerlijk. Love it. Ik hou ervan. En wie weet krijg ik weer wat nieuwe spoeten. Dus ik spreek jullie zo weer. Tot zo. Doei doei. Ja. Hallo allemaal. Welkom nog bij een stukje video. Nou, ik ga nu even lekker in het zonnetje zitten. Het is hartstikke lekker weer. Dat had ik al gezegd. Maar nu gewoon even lekker in het zonnetje. Even een beetje een bruine kleur. Dus ik ga nu lekker de tuintafel neerzetten. En lekker doen. En lekker een bakje noedels. Heerlijk. Voor de tijd van het jaar. Dus ik ga er lekker van genieten. Niet dat ik make-up opsmeer, maar goed, dat maakt ook niet uit. Dus ik ga noedels pakken, luisterboekje aanzetten en spreek jullie zo weer. Tot zometeen. Doei doei! Hallo allemaal. Super tof dat jullie nog even kijken naar een klein stukje YouTube video van mij van deze 31 maart. Nou, ik wil bij deze de video afsluiten, dus vind je deze video leuk? Doe zeker een blauw duimpje omhoog. Ik zou het leuk vinden als je even op de subscribe knop drukt, op de abonneerknop. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuwe vlog van de Wixfam Vlogger. Morgen is het 1 april en dan zie ik jullie weer. Doei doei!